kijkt uit naar het nieuwe jaar? Ja, ja, zeker weten. Of ik uitkijk naar het nieuwe jaar? Ja hoor, vind het geweldig. Ik kijk heel erg uit naar het nieuwe jaar, ja. Nou, we kijken heel erg uit naar het nieuwe jaar. Ja, ik kijk wel uit naar het nieuwe jaar. Ik vind het best wel spannend. En ik heb ook twee kinderen die daar ook heel erg mee bezig zijn. En ze vinden natuurlijk, ik heb twee jongetjes en ze vinden vuurwerk heel erg leuk. Dus ja, ik kijk er wel naar uit. Heeft u nog plannen voor het nieuwe jaar? Nee, weinig eigenlijk. Ik ben gepensioneerd en ja, ik ga mijn gangetje maar zo'n beetje. Ja, zeker. Voor kerstmis heb ik al wel een plan. Ik heb net boodschappen gedaan. En de kleinkinderen komen op bezoek, dus dat is gezellig en leuk. En daarna gaan we naar ons huisje in Frankrijk. Uit eten, een beetje uitgaan, gezellig feesten. Ja. Ja, ook met je vrienden te zijn, dus het is wel belangrijk voor ons. Voor kerst ga ik sowieso altijd naar mijn ouders met mijn kinderen. En daar gaan we dan lekker eten, cadeautjes uitdelen en even kijken. Voor oud en nieuw heb ik nog geen plannen. Nou, alleen met de feestdagen ga ik alleen naar mijn broer. En hebben de feestdagen nog een speciale betekenis voor u? Nou, lekker vrij. De feestdagen is alleen maar lekker vrij. Ik vind kerst belangrijk omdat je gezellig met je familie kan zijn en een beetje leuk doen. Ja, cadeautjes. Ja, echte cadeautjes. Ja. Het is wel gezellig en zo. Voor mij, ja, op zich gezelligheid. Gezellig. Lekker eten, wat drinken en een hoop mensen bij elkaar, dat is belangrijk. Dat die kleinkinderen erbij zijn, dat vind ik wel heel speciaal. Ja. Oké, dag iedereen. En prettige feestdagen. Gelukkig nieuwjaar.